Welkom bij de 15e aflevering van IBA Actueel. Hierin praat ik je om de week bij over IBA Parkstad. Het meerjarenproject dat de Parkstadregio stedenbouwkundig en cultureel een flinke boost geeft. En IBA doet dit samen met de Parkstadbewoners. Nou, in deze aflevering aandacht voor de Mondriaanrun en het IBA-project rond de sloop van de oude woonflat van Mondriaan. Maar eerst gaan we naar Landgraaf. Tot voor kort was de kerk van Lichtenberg hier achter mij een plek voor meditatie en gebed. Over een paar maanden is dit godshuis een cultuurhuis, want de leden van Fanfare Eendracht Nieuwe Hagerheide nemen elk vrij uurtje om ervoor te zorgen dat alles op tijd klaar is. Op 12 januari gaan we ons openingsconcert hier houden. Ja. Samen met de Fanfare, de drumband en de Fluit en Tambourkorp St. Paulus gaan we er een heel mooi evenement van maken. Okay. Gaat dat lukken? Want ik zie dat er nogal flink moet gaan gebeuren. Ja, daar moet nog heel veel gebeuren, maar dat gaat zeker lukken. We hebben een perfect team, heel veel vrijwilligers, 70 vrijwilligers waar we mee werken van beide verenigingen. We hebben een mooi architectenteam. Kun je het jezelf al voorstellen dat je straks staat te repeteren? Want welk instrument beoefen je zelf? Een schuiftrombone speel ik, ja. En ja, natuurlijk voor iedere muzikant is het een enorme uitdaging om in een zaal te spelen met een goede akoestiek heers. En ja. Die je ook nog zelf hebt mee mogen realiseren. Dan zie ik daarachter een aparte constructie staan, dat wordt de repetitieruimte. Waarom een apart huisje midden in de kerk? Die is heel erg belangrijk, omdat we anders iedere keer als we zouden oefenen of het gebouw zouden gebruiken, het hele gebouw zouden moeten verwarmen. Mm-hmm. Daarnaast kun je ook de akoestiek apart regelen. Voorheen repeteerden jullie in een gymzaaltje. Dit is toch even iets heel anders. Ja, dat is heel wat anders. Ja. Die gymzaal, dat zijn een paar muren, daar hangen een paar doeken. En er is totaal geen sfeer. Dus dat merkten we ook in de saamhorigheid en het na de repetitie nablijven. Dat wordt steeds minder. Ja, dat is super voor de saamhorigheid. Ja. Dat doet misschien wel hetzelfde als samen muziek maken. Als je samen zoiets kunt realiseren, dan doet dat heel veel voor een vereniging. Schiet het ook op met de bouw? Ja, tuurlijk. Lekker op tuurlijk, schema? Ja. Ja goed, het mag altijd vlugger natuurlijk. Ja. Tegenslagen heb je altijd, maar op zich denk ik wel dat we het redden. Ja. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt ook door IBA. Ja, dat klopt. Zonder IBA zou het niet gegaan zijn. Naast het financiële hebben ze ook ervoor gezorgd dat we met twee architecten, met Bjorn de Munk en Lars Dreesen, in contact zijn gekomen. En die zorgen nu samen met ons dat dit gerealiseerd wordt. En dat het ook architectonisch verantwoord is. Dat is ook wel heel erg belangrijk. Zondag 7 oktober werd de 35e editie van de Mondriaanrun in Heerlen gehouden. Het parcours van de run liep langs het sloopterrein van de oude woonflats van Mondriaan. Een sloopproject waar IBA Parkstad een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Als je het goed ziet, zie je eigenlijk dat die woonflat weg is. En dat was het oude Welterhof. En we zijn in 2016 al begonnen met die sloop. En toen is het ook een IBA-project geworden. We hebben nog een overblijfsel en we noemen dat het relict van de Welterhof. En dat wordt eigenlijk een ruïne, daar laten we dingen omheen groeien. En ook de begane grondvloer van de centrale hal blijft over. En dat maakt onderdeel uit van het park. En dat park, ja, dat is de lege ruimte die is ontstaan. En we zijn samen met IBA en allerlei betrokkenen zijn we gaan ontwerpen. Wat willen wij in die ruimte? Mondriaan wilde vooral het terrein openmaken. Want ondanks dat wij mensen welkom heten, blijven toch een gesloten geheel. En we gaan nu eigenlijk dwars door dat park heen een weg maken. Van de John F. Kennedy-laan tot aan de Kloosterkesweg. En daar kan je over fietsen en over wandelen. Voor mij persoonlijk is het leuk om mee te doen als bestuurder. Hè? Maar voor Mondriaan is het heel belangrijk. Want wij willen toch onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. En bij een geestelijke gezondheid hoort ook een fysiek gezond zijn. Dus dat. En IBA heeft heel veel initiatieven ontwikkeld hier in Parkstad. Nou, wij zijn een heel belangrijke partner in Parkstad. Met de gemeentes, maar ook met andere partijen, met maatschappelijke partijen. En we willen daar natuurlijk graag ons steentje aan bijdragen. Maar wat ik het mooie vind aan de initiatieven van IBA.
Dat ook de wijk zeg maar, inspraak heeft gehad, wat gaat het nu worden. Dus ja, wij vinden dat heel erg belangrijk en we hopen dat het een succes wordt. Er moet natuurlijk veel gesloopt worden in Parkstad. En dat moet op een goede manier gebeuren. Duurzaam, dat wil zeggen zoveel mogelijk recyclen. En ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt erbij betrekken. Nou, dat is gebeurd. Het tweede onderdeel wat IBA interessant vond, was het gezamenlijk ontwerpen van het park. En ja, met eigenlijk allerlei belanghebbenden. IBA heeft meegeholpen met inzet van deskundigheid en ja, het leggen van verbindingen. IBA heeft ook financiële bijdrage geleverd en dat is ook heel fijn. Wil je meer weten over de IBA-projecten? Ga dan naar onderstaande website. Woensdag 31 oktober zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot dan.